hele goede morgen. Jongens, ik ben echt super laat pas wakker. Het is al middag, zeg maar. En dat komt omdat play.kleurverstand.nl is zo ontzettend leuk. Ja, de professor heeft dus een server gemaakt. Zoals jullie hebben gezien in de vorige survivals. En ik heb echt de hele dag gespeeld. Vandaar ook dat ik pas in de middag wakker ben. Want het werd heel erg laat. Maar het is echt zo ontzettend gezellig. Want nu kunnen jullie dus ook op Kleurstad spelen. En volgens mij heeft iedereen wel goed uitgeslapen. Want ik was met Giel. Ik was met de Noob en Bro op de server. En ik wil eventjes langs bij hun. Want wat de professor eigenlijk heeft neergezet. Hij heeft deze hele server gecreëerd via dat portaal. En ja, ik denk gewoon dat we voor hem een verrassing moeten regelen. Dus ik ga als eerst eventjes naar Giel toe. Of hij ook een leuke cadeau heeft voor de professor. Want ik wil gewoon een gezamenlijk cadeau aan de professor geven. Ik heb hier 3 gouden appels. Die wil ik aan de professor geven. Want ja, dat verdient hij gewoon nadat hij zoiets leuks heeft neergezet. Klap, klap. Giel, ben je thuis? Of zit je op de server? Dat kan natuurlijk ook, hè? Of, ik ben gewoon thuis. Kom maar binnen. Hallo. Oh, Giel. Ben je ook zo laat pas wakker? Ja, ik heb de hele nacht op Kleurstad gespeeld, Bik. Ja, het is echt zo. Kijk, en daarom wil ik een cadeau geven aan de professor. Want wat hij heeft neergezet hier, dat is echt fantastisch, toch? Dat is inderdaad fantastisch. Maar een cadeau vind ik wel een beetje overdreven. Hier ben ik. Wow, wat? Dat zag er zo raar uit. Wacht, moet je eens kijken. Moet je hier staan? Kijk. En als ik dan nu op die bank zit, het lijkt echt alsof ik teleporteer. Ja, geteleporteerd naar de Minecraft server. Oh nee, toch niet. Nee, naar de bank, Giel. Nee, maar ik vind gewoon dat we de professor een cadeautje moeten geven. Misschien doet hij dan wel nog meer van zulke leuke dingen. Helemaal waar. Weet je wat? Hier heb je 3 stokjes. Koop er maar iets leuks van. Ik hoor wel wat je hem gegeven hebt, ja? 3 stokjes? Okay. Nee, maar ik wil een cadeau geven. Giel, waar ben je nou? Ik geef hem 3 gouden appels namens mij. En dan moet ik zeggen, nou, van Giel krijg je 3 stokjes. Wil je dat echt? Oké. Nee. Ik dacht, je gaat nog iets kopen of zo. Even kijken. Ik heb hier wel in principe iets vets, denk ik. Het is niet heel erg voor de hand liggen. Maar ik heb hier een bureaustoel voor de professor, misschien. Ik denk dat hij dat wel vet vindt. Een echte vette gamestoel. Ja, nou, het is gewoon een office chair, hoor, Giel. Het is geen... gamestoel. Nee, wacht. Ja. Ik kan wel eventjes een anvil pakken en het even een gamestoel maken. Ik denk dat de professor niet eens echt een gamer is. Ik denk wel dat hij meer zo'n kantoorpersoon is. Je moet wel doen of dat het echt een hele vette stoel is. Ik ga het als zeg een mooi cadeau geven. Zeg maar de bureaustoel 3000 of zo. Dat is goed. Ik denk sowieso dat je een beter cadeau hebt dan de Noob, want ik kan al raden wat hij heeft. Ik ga nu kijken. Ik zou het echt niet weten. Nou, succes, Mick. Ja, dankjewel. Ik ga eens even kijken bij de Noob-speler of hij ook een leuk cadeautje heeft voor de professor. Want hij heeft echt veel op play.kleurstad.nl gespeeld. Echt niet normaal. Dus laten we eens even gaan kijken of hij een cadeautje daarvoor heeft. Klap, klap, Noobie. Hallo. Hi. Noobie, mag ik binnenkomen? Of wil je de deur openen? Ja, jij mag binnenkomen. Kom maar binnen. Hé, hey, Noob. Ik wil een cadeau geven aan de professor. Want we moeten hem gewoon... cadeau? Een cadeau geven voor die geweldige server die hij aan ons heeft gegeven. Ja, want die is wel echt heel geweldig. Ja, daarom. Dus ik heb 3 gouden appels. De Giel heeft zeg maar een office stoel, een bureaustoel. Raar cadeau eigenlijk, maar... En ik vroeg me af, heb jij ook een cadeau voor de professor? Ik weet wel wat. Ik ga even pakken. Noobie, laat het iets anders dan dirt zijn. Want niet iedereen houdt van dirt. Waarom weet je dat ik dat wou gaan pakken? Ik zeg het maar een keer. Maar ja, als maar jij wilt... Dirt? Misschien heb je geen speciaal dirt of zo nog. Het moet wel een cadeau zijn, hè? Oh ja, het is wel een cadeau, maar een speciaal dubblokje van de Noob vindt hij toch wel leuk. Ja, hij zal het wel begrijpen, denk ik. Dirt is toch gewoon... Maar dat het van mij is. Ja, 16 dirt zijn het. 16 dirt zelfs, zo. Ja, dat doet de Noob niet snel. Nee, dat is echt superveel dirt eigenlijk wel, hoor. En hij mag een keer gratis dan eten bij mijn... Bij mijn McDonald's. Ik weet niet of ik dat ga zeggen. Jij bent gewoon concurrent van mij, hè? Dus, Dat is vaag. Dus ik ga geen reclame voor jou maken, Noobie. Wat denk je nou? Niet? Omdat jij bent mijn concurrent. Ik krijg door jou minder klanten. Ja, maar ik zit toch gewoon in een hele andere stad of dorp. Ja, oké, dat is waar. Weet je, ik zal dat wel tegen de professor zeggen. Ja, zeg ik, ik ben benieuwd of hij bij jou komt eten. Daar ben ik wel denk heel benieuwd naar. Wel, hoor. Ja, dat denk ik niet. Hij eet elke dag bij McDonald's namelijk. Dus ik denk niet dat hij naar de Noobies McDonald's
straat. In ieder geval, we gaan nog even naar de pro toe. Ik ben benieuwd wat voor cadeau hij heeft. Waarschijnlijk echt een pro cadeau, hè? Want hij is pro-speler. Ik verwacht op zijn minst wel wat diamonds. En pro, die heeft ook de hele dag op play.kleurstap.nl gespeeld. Dus ik denk dat pro-speler ook wel een cadeautje aan de professor wil geven. Klap, klap! Hallo! Hallo! Pro-speler? Hallo, hallo. Hey, zo, je klinkt nog moe. Ben je ook net wakker? Ja, ik ben ook net wakker. Ja, ja, en kijk, omdat we natuurlijk op play.kleurstad.nl hebben gespeeld, want het is zo ontzettend leuk om met de kijkers in Kleurstad te spelen, wil ik eigenlijk de professor daarvoor bedanken, want hij heeft het natuurlijk allemaal gemaakt voor ons. Ja. Dus ik dacht, we gaan een gezamenlijk cadeau geven. Of ja, een gezamenlijk cadeau. Iedereen, ja, legt wat spullen in en dat geven we aan de professor. Oké, ja, dat is een superleuk idee. Dus, ik heb 3 gouden appels. Giel, die heeft deze stoel. En de noob heeft 16 dirt. Oh, geef me één moment. Ik ga even hier zo naartoe. Oké. Dan blijf me even daarboven, ja? Heb je geheimen voor mij of zo? Nee, dat heb ik niet. Oké, maar ik mag niet naar beneden komen, want ik mag iets niet zien. Nee. Zo. Oké. Nou, ik ben heel benieuwd wat je gaat geven. Boom. Zo. Wajo, oké dan. Hoeveel diamonds zijn het? 2. 2 ook. Ja, ik had al diamonds, dus dat kwam natuurlijk dan. Stek dat, hè, weet je wel. Ja. Zorg wel even dat hij er 2 krijgt, hè. Ja, ik zorg dat hij de 2 krijgt. Oké, nou, ik ga dit geven aan de professor. En ik zal zeggen dat de diamonds namens jou zijn natuurlijk. Want ja, jij wil natuurlijk niet met die 16 dirt in aanraking komen. Nee, liever niet. Nee, dat begrijp ik volledig. Oké, doei pro. Doei. Oké, laten we snel naar de professor gaan. Ik neem aan dat hij weer in zijn laboratorium aan het klussen is. En ja, ik ben heel benieuwd hoe hij reageert op dit cadeau. Misschien reageert hij wel heel droog. En denkt hij echt van, oké, bedankt jongens. Of hij is er heel blij mee. Ik zou het echt totaal niet weten. Professor, hallo. Professor, ben je hier beneden? Hallo. Even kijken. Oh, ja, je bent hier beneden. Waar ben je? Hier zo. Hey, professor. Hey, hallo, kom professor. Binnen. Ik kom binnen in je prachtige huisje, professor. Wij hebben een cadeautje voor jou. Een cadeautje voor mij? Ja, een cadeautje voor jou. Jij hebt namelijk die fantastische portaal gemaakt, waardoor wij nu met alle spelers of alle kijkers op de Kleurstad server kunnen spelen. En we willen jou daarvoor bedanken. Oh, dat is super lief. Nou, ik vind het super leuk om te doen, hoor. Ja, kijk eens aan. Dus 3 gouden appels namens mij. Hè? De mooie gele, gele appels. En een mooie stoel van Giel. Een stoel? Oh, die kan... Ja. Dit is een zwarte stoel. Ja, die is wel iets mooier als deze, Oké. Zo, ja, kijk eens aan. Kijk, ja. Oeh, staat goed. Ja, die past mooi bij je stoelen ook. Ja, zeker. En bij je keuken. Ja, het is een mooie stoel. Mooie stoel van Giel. Zeker een mooie stoel. Noobie geeft jou dit. Ja. Weet je, het is heel speciaal als je van de Noob dirt krijgt. Het is echt een geschenk in Noobland. Ja, het zijn er 16. Dat is redelijk wat, volgens mij. Ja, en natuurlijk van de pro-speler. Ja, je verwacht het eigenlijk al, maar diamonds. Oh, kijk eens aan. Ja, die kan je dan weer... Dat is echt super top. Die kan je dan weer aan ons geven als je een of ander experiment wil doen. Bijvoorbeeld, inderdaad. Hier. Ja. Gaan ze lekker hierin doen. Kijk eens aan. Ja, ik vind het ook echt leuk dat je die schilderij hebt opgehangen, professor. Ja. Waarom heb jij mijn schilderij eigenlijk niet opgehangen? Dit is niet die van jou. Waar is die van jou? Ik heb die van jou wel opgehangen ergens. Heb je die van mij wel opgehangen? Oh, oké. Als het goed is, wel. Oh, oké. Dit is die van jou. Hallo. Dit is die van mij. Oh ja, dat klopt. Sorry, ik dacht even dat die van Giel was, omdat er die G op stond. Maar ik had Nee. Ik heb die van Noob niet opgehangen, volgens mij. Want die van Noob was gewoon een blokje. Ja, precies. Oké, maar die van Giel heb je ook niet opgehangen. Jawel. Oh, oké, wel. Waar niet dan? Binnen. Oh. Huh? Oh, oké, ja, ik snap dat je hem hier ophangt. Dan zien minder mensen hem natuurlijk. Ja. Ja, precies. Oké. Nou, professor, ik hoop dat je blij bent met je cadeautje. Ik ga er weer vandoor. Zeker. Wacht, Mick, voordat je gaat. Ja? Kom eens even mee. Oké, ik ga mee. Deze kant op. Ja. Wat is dit? Tada! Deze machine ken ik al, professor. Ja, hij is niet echt heel veel veranderd. Maar hij heeft een nieuwe functie. Een nieuwe functie? De vorige keer kon jij hiermee breinen verplaatsen, toch? Dus dat deze keer hoeven we maar 1 plek te gebruiken in plaats van allebei. Oké. Ga er maar niet in staan. Nee. Wauw, waarom ga ik er ook in staan? Dat is echt totaal niet slim voor mij. Jeetje. Ja. Dus wat het doet, als jij iemand hier inzet en je haalt deze hendel over. Ja, wat gebeurt er dan? Dan gaat de persoon die erin staat, die kan alleen nog maar ja zeggen. Oh, wat? Dat meen je niet. Dus, wacht.
Als ik nou bijvoorbeeld jou erin zet, professor, dan kan je nog alleen maar ja zeggen. Ja. Maar je zegt nu ook alleen maar ja. Ja, maar dat is voor het leuke effect. Ah, oké. Ga er al in staan, kom op. Nee, zeker niet. Nee, maar waarom niet? Je moet toch ik ga het zelf niet doen. Dit is, kies jij maar iemand uit. Oké, van wie wil je dat die altijd ja zegt? Kijk, de noob zegt eigenlijk altijd wel ja als je gewoon een beetje doorzeurt. Giel zou wel grappig zijn. Pro zou slim zijn, want pro, ja, je wilt dat de pro-speler altijd ja zegt, toch? Zeker. Oké, dan doen we het op de pro-speler natuurlijk. Nou, ga hem maar halen. Oké. Nee, ik gewoon gratis mag ik dit doen. Ja, natuurlijk. Okay. Hij is toch al af. Ja, dat is waar. Je moet hem natuurlijk ook testen, hè? Ja, dat is altijd handig. Oké, ik ga eens kijken op de pro... hoe krijg ik hem eigenlijk mee? Dat is natuurlijk wel altijd even een vraag weer. Dat is jouw probleem. Oké, dat is mijn probleem. Oké, nou, ik ga proberen, professor. Ik kom straks met de pro hierheen dan. Doei. Oké, ik heb een idee. Ik ga gewoon de pro 2 diamonds aanbieden. Ik heb nog 2 diamonds en hij wil denk ik wel weer die diamonds terug die hij, zeg maar, aan de professor heeft gegeven. Dus ik denk dat dat de slimste manier is om hem mee te krijgen. Oké, klop. Pro-speler. Hallo. Pro. Ik was bij de professor. Hij was zo ontzettend blij met zijn cadeautje. Oké, nou, dat is goed om te horen. Ja. En hij heeft ook een nieuw project. Nieuw project. Oké. Ja, echt. Hij is er weer helemaal... Hij gaat nog een server maken. Nee. Dat niet. Eén server is genoeg. Anders is het ook zo verwarrend. Ja, maar, dat is zo. Maar hij heeft een nieuw project en hij zei dat jij daar 2 diamonds voor kreeg. Als jij meekomt. Niet gewoon mijn diamonds weer? Ja, indirect wel. Maar hij vindt, zeg maar, dat hij dan die diamonds... Die wilde weer aan ons betalen. Dus waar is dit nou voor? Ja, voor een proefje. Maar je hebt al de diamonds geaccepteerd, dus kom. Ik moet een proefje gaan doen. Ja, voor die 2 diamonds. Maar het komt altijd weer goed, weet je toch? Ja, nee, ik vertrouw hem wel. Ja. Kijk, je wordt ook steeds meer pro van al deze ervaringen. Dat doe ik niet zozeer. Ja, wanneer je me verandert in een noob, word ik er niet per se meer pro van. Ja, nou weet je dat je dat niet meer moet doen. Dus wat je zegt is dat ik nou weg moet lopen. Nee, want dit is een ander soort proefje. Oké, wat voor proefje dan? Ja, weet ik ook niet. Hij zei een proefje. Je weet niet wat de... Oké. Ja, nee, dan... hij zei wel dat het een leuk proefje was. Gewoon grappig. Oké, ik krijg daar ook wel meer antwoorden, hoop ik. Ja, en je wordt altijd weer de oude als het fout gaat. Ja. Professor, hier is hij dan, de pro-speler. Hallo, professor. Ja, professor, leg maar even uit wat pro bedoelt. Dus ik heb gewoon gezegd dat het een leuk proefje is. Oké, kom maar mee, pro. Je mag hierin gaan staan. Oké, ja, maar ik wil weten wat het doet. Ja, maar je hebt al de diamonds gekregen, dus niet, je hebt het al geaccepteerd. Het is een leuke verrassing. Ga er mee in staan, pro. Ja. Dan zie je vanzelf wat er gebeurt. Jongens, ja, kom, gaan we dit weer doen? Ik weet het niet. Alles komen er nu allemaal spinnen. Anders komen er nu allemaal spinnen. Oké, ik ga erin. Ja, precies. Oké, bro. Ben je er klaar voor? Kom, bro. Ja, oké. Oké, 3, 2, 1. Wablam! Zo. Zie je, er is helemaal niks gebeurd. Oké, er is denk ik inderdaad niks gebeurd. Merk je iets raars? Nee, toch? Nee. Ja. Ja? Oh, waarom zeg je nou ja? Weet je waarom je ja zegt? Ja, dat weet ik. Oh. Oké, kijk, professor, het werkt. Hij zegt alleen maar ja. Ja, het werkt. Hey, even denken, professor. Wacht, ik heb een idee. Pro, wil je mij 2 diamonds geven? Ja, hoor. Ja, oké. Nou, kijk eens aan. Hoppakee, dan heb ik ze weer terug. Zo, dit werkt wel heel goed, Mick. Ja, dit werkt wel heel goed. Professor, wil jij iets vragen? Even kijken. Pro, dit vind je een superleuke proef, toch? Ja, ik vind het superleuk. Ja, nou, dat zie je. Je moet gewoon vaker naar de professor luisteren. Ja, je hebt inderdaad gelijk, Mick. Je moet er een stuk vaker naar luisteren. Ja, en ook daarbij, toch? Ja. Ja, inderdaad. Ja, precies. Oké, nou, weet je wat ik vind? De noob die had aan mij verteld hoe mooi dirt is. Dus ik dacht, als jij nou even wat dirt gaat hakken buiten. Oké, dat ga ik doen. Ja, kijk eens aan. Oké, dit proefje werkt wel heel goed. Want als je de pro dirt kan laten hakken, dan doet hij echt alles. Ja, precies. Dit is echt perfect. Oké, ik ga gelijk kijken. Oh, dit is echt... Ik moet hier eigenlijk een video van maken. Oh, wacht. Ik ben aan het opnemen. Dus dit zal voor altijd terug te bekijken zijn hoe de pro dirt aan het hakken is. Waar is de pro nu überhaupt? Pro? Waar is Pro nou? Even kijken. Is hij ook hier? Oh, daar is hij. Pro! Hallo, Mick. Ja, hoeveel dirt heb je al? Ik heb nou 24 dirt. Oh, ga je door totdat je 64 dirt hebt? Ja, hoor. Ja, kijk eens aan. Dit is zo mooi. Hey, Pro. Goed dat je handen gebruikt, want scheppen zijn overbodig, toch? Ja, helemaal mee eens. Ja, dat dacht ik al. Hey, als je daar 64 dirt hebt, hè? Ja? Zou je dan niet gewoon even de voorkant van je huis in dirt veranderen? Dat is toch mooi? Ja, hoor. Helemaal goed. Vind je dat zelf ook mooi, Pro? Natuurlijk vind ik dat mooi. Dat is het allermooiste wat er is. Zo. Oké dan. Het allermooiste. Is dirt mooier dan diamonds? Ja.
Oké. Nou, dat, ik had dat nooit verwacht van jou hoor, pro-speler, dat jij dat allemaal vindt. Ja, dat is echt. Even kijken. Weet je wat? Ik heb hier wel een pickaxe voor je. Hier, kijk eens achter je. Of heb je zelf al een pickaxe? Ja, ik heb zelf al een pickaxe. Oké, nou, weet je, ik vind dat... We hebben wel genoeg dirt, toch? Ik heb bijna één stack. Nou, maar je hebt nu wel genoeg. Ja, toch? Ja, ja, ja. Oké, nou, huppakee, ga dan naar je huis toe en maak er... Hey, je hebt nu genoeg dirt. Ga naar je huis toe en maak de voorkant van dirt. Ja, ik ga de voorkant van dirt maken. Jeetje, hij luistert echt heel erg goed naar mij. Echt alles wat ik zeg, hij zegt gewoon ja. Goed bezig, pro-speler. Dit ziet er nu al mooier uit. Ja, dankjewel. Zo, kijk eens aan. Weet je, vind je niet dat een deur overbodig is? Moet je alleen maar open en dicht doen. Ja, ben ik het helemaal mee eens. Hoppakee, kijk eens aan. Weg die deur. Kijk dan. Oh, wat ziet er nu al fantastisch mooi uit. Dit is echt een goede upgrade. Ja, dit is super mooi. Mag ik trouwens jouw auto hebben? Ja hoor, pak maar. Zo, dankjewel. Hoppakee. Hallo jongens! Oh, hey Noob! Ben je de auto van de pro aan het rijden? Ja, ja, ik mocht de auto van de pro hebben. Kijk eens wat de pro aan het doen is. Hij is een ticht aan het bouwen. Vind je een ticht ook zo mooi, hè, pro? Ja, super mooi. Ja, je ziet wel. Zie je, als de pro zelfs een ticht mooi vindt, dan weet ik zeker dat, ik op de, dat het gewoon echt het mooiste is. Ja, Noob, je hebt geen idee waarom de pro dit doet, hè? Nou, nou weet ik wel, omdat ticht natuurlijk het mooiste is van de hele wereld. Ja, 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 klopt, klopt. Dus ik heb wel een idee, hoor. Je denkt ja, dat ik dom ben, hè? Nee, maar dat ben ik helemaal niet. Nee. Maar Noob, je moet gewoon maar wat dingen. Dus vraag gewoon wat dingen aan de pro. Hij is heel lief vandaag. Hallo, pro. Hallo, Noob. Ik wil je wat vragen. Oké, vraag me raak. Mag ik ook in je auto rijden? Ja hoor, doe maar. Oh, yes. Normaal mag je nooit in de auto rijden. Ik kan heel goed auto rijden, hoor. Oh, nee. Sorry, vind je dit erg, pro? Ja, heel erg. Oh, hij vindt het erg. Nee. Je moet vragen of hij dit niet erg vindt. Dan werk ik beter. Wel, pro, vind je dit niet erg? Ja hoor, helemaal niet erg. Kijk eens. Kijk, zie je? Je moet, vragen op een slimme manier vragen. Slimme manier? Maar... Ja. Ja, okay, want pro zegt heel snel ja de laatste tijd. Is dat zo? Is dat zo ja. Echt waar? Ja, ja, dat is echt zo. Oh, zie je wel, het werkt gewoon. Ja. Oké. Pro, mag ik een weekje bij jou komen logeren? Ja hoor. Oh. Ja, ik mag nog logeren. Nou, ga maar snel logeren dan, zou ik zeggen. Ik ga snel mijn tandenborstel en spulletjes halen en dan kom ik zo terug. Want dan ga ik een week lang logeren. Een week lang, jongens. Dan ga ik de hele tijd zo. Hallo, pro. Ja, wakker. Elke ochtend. Oké, pro, ben je daar echt zo blij mee? Ja, zeker. Ik ben er super blij mee. Oké, ik vind het wel. De deur is alleen op, Mick. Weet je, ik denk dat het weer tijd is om naar de professor te gaan, toch? Ja, vind ik ook. Ja, ga maar alvast naar de professor. Ga maar. Oké. Dit gaat wel een beetje heel ver. Het was gewoon even te kijken of dit goed werkte. Nou, het werkt goed. Dat is één ding wat zeker is, maar ik denk dat de pro niet blij gaat zijn. Dus, oké, we moeten hem snel weer normaal maken, want anders gaat... Dit gaat eigenlijk veel te ver nu al. Oké, professor, ik denk dat de pro wel weer klaar is met ja zeggen. Oké, dan kunnen we hem terug de machine inzetten. Pro, ik, nog één vraagje, hè? Ja? Als jij dadelijk weer normaal bent door de machine, wil je dan doen alsof je alles vergeten bent? Ja, is helemaal goed. Oké, dat is heel erg fijn. Nou, ga maar weer in de machine staan. En doe maar even dit zo. Kijk, zo lekker bukken. Ja. Oké, zo? Ja. Nee, ja, maar echt 20 keer zo. Hoppadapadap. Ja. Hey. Sorry. Ik wou nog even één grappig iets doen, professor. Ik vind het zo leuk dat hij alles doet wat ik zeg. Ja, oké, maak hem maar weer normaal. Oké, 3, 2, 1, blam! Zo, professor, is het gelukt? Wat is dit? Wat is er gebeurd? Wil je mij wel timers geven? Is het gelukt, Mick? Wil je mij wel timers geven, pro? Nee. Oké, dit is denk ik wel gelukt. Er is helemaal niks gebeurd. Het is mislukt. Wat is er gebeurd? Ja, je ging in die machine staan, maar dit werkt niet, blijkbaar. Nee, het is niet gelukt, wat jammer. Ja, precies. Het is niet gelukt. Weet je? Oké. Ik ga maar even snel weer weg. Zo, doei, pro. Doei. Ik ga naar jouw huis toe. Hoezo ga je naar mijn huis toe? Ja, er is iemand heeft volgens mij de Noob een prank op je gedaan. Zo de Noob heeft een prank. Wat is dit dan? Hoezo is mijn huis van deugd? Ja, dat weet ik ook niet. Ik heb geen idee. Mick, heb jij dit gedaan? Nee! Eerlijk zijn. Ik zal niet boos worden. Eerlijk zijn. Misschien is dit wel dat project. Project? Misschien heeft, toen jij in dat ding ging staan, is een deel van jouw huis in deugd veranderd. Misschien was dat het. De machine heeft mijn huis in deugd veranderd, is wat je wil zeggen. Ja, of de Noob, hè. Zo, een van de twee. Of de Noob. Weet jij van Mick? Ik denk dat jij het zelf hebt gedaan. Hoe heb ik dit ooit zelf gedaan? Tuurlijk niet. Ja, weet ik ook niet. Tuurlijk niet. Hallo jongens! Ik kom logeren! Logeren? Ja! Nee! Hier! Ik heb zelfs mijn deugd mee, want ik heb mijn tandenborstel met deugd.
Jij zei dat dat mocht, bro. Ja, hij mocht bij jou logeren. Waar hebben jullie het over? Ik mocht een week lang komen logeren. Nee, ja. Wegwezen, Noob. Jij mag helemaal niet logeren. Nee, waarom, waarom staat mijn auto in het water? Oké, Noob. Ik denk dat we maar beter weg kunnen gaan. Mick, leg dit uit nu. Nee. Doei. Hier komen. Doei. Vond je dit nou een leuke video? Dan vind je dit ook een leuke video. Dit is namelijk de vorige survival, maar die staat op Giel's kanaal. Dus check hem snel. Klik hier, abonneer op mijn kanaal. En dan zeg ik Mick out.